Fotografie betekent voor mij vooral binnenkijken in een andere wereld. Door de ogen, door het brein van de fotograaf. Het beeld uit de FOMU-collectie dat mij onmiddellijk naar de keel greep, was een geweldige zwart-wit foto van de Milanese fotograaf Cesare Colombo. Hij was heel jong toen hij die foto maakte en de situatie die hij fotografeerde is ook heel jong, of misschien nog jonger. We zien spelende kinderen op rolschaatsen in de straten van Milaan. Wat je ziet zijn prachtige kinderen in enorm stijlvolle Milanese pakjes. Vichy katoenen broekje. Dus 1958, kinderen kleden zich nog een beetje zoals hun ouders toen. Dus dat is een feest voor het oog om naar te kijken. Ze hebben ook heel brutale gezichten. Wat mij opviel aan die foto, was eigenlijk wat hij niet gefotografeerd heeft. Ik vind de negatieve ruimte in de foto eigenlijk de hoofdrol spelen. De kinderen snijden het beeld aan langs linksboven en langs rechtsonder. En het is misschien geen toeval dat die Cesare Colombo de zoon was van een schilder. Want zo denkt een schilder. Een schilder denkt in wat er gebeurt en vooral wat er niet gebeurt. En dat zie je niet zo gek vaak in spontane straatfotografie. En dat vond ik heel bijzonder. Ik heb ook gehoord dat toen hij deze foto maakte, als hij op een speelplaats met kinderen ging er middenin staan, maakte foto's en na een tijd kwamen die kinderen kijken naar de fotograaf, naar hem, en kwamen ze ingrijpen in het beeld, kwamen ze hun tong uitsteken of kwamen ze lachen in poseren in beeld. En dat vond hij helemaal niet leuk. Dus ik dacht, oké, mijn werk zit erop, ik wil alleen de waarheid en de echtheid fotograferen. Ik kende het werk vooraf niet en ook Cesare Colombo als naam was mij onbekend. Ik ben wel benieuwd naar zijn andere werk, maar ik ben eigenlijk nog veel meer benieuwd wat er zo nog in dat archief van het Fotomuseum zit. Want dit soort pareltjes, ja, krijg je niet iedere dag te zien.